Welkom bij De Figurant, de online talkshow waarin alternatieve visies op de maatschappij de hoofdrol spelen. Vandaag zijn we op bezoek bij Anja Meulenbelt, activiste, feministe en schrijfster. En we gaan het met haar hebben over de feministische strijd van toen en nu en wat het feminisme kan bijdragen aan sociale strijd in Nederland. Nou, hartstikke leuk, Anja, dat we hier mochten zijn bij jou. Dat we je mochten in je huis mochten interviewen. Mooi huis trouwens, hartstikke leuk. En ik heb voorbereidend werk natuurlijk gedaan om te kijken van, want ik ken je natuurlijk wel al een tijdje. Maar ik dacht van, even goed kijken. En toen kwam ik erachter dat je heel veel geschreven hebt. Ja. Je hebt echt heel veel boeken geschreven. Ja. Hoeveel boeken heb je ongeveer? 47. Ja, ongelooflijk. En zou je iets kunnen vertellen, zeg maar, van hoe jij tot het feminisme gekomen bent? Gewoon iets over jezelf en waarom feminisme voor jou belangrijk is. Ja. Nou, dan is het wel belangrijk om te vertellen dat ik al op mijn 20ste gescheiden, kind onder de arm, alleenstaande moeder. Ja. Niet zo'n leuke geschiedenis. Ik was al links. Ik hield me al reus met marxisme bezig. Ik zat bij het solidariteitscomité van de Black Panthers. Dus met racisme hield ik me ook bezig. En het ging allemaal over solidariteit met anderen. Maar dat ik zelf ook nog een leven had. Dat het niet zo eenvoudig is om in je eentje een kind op te voeden bijvoorbeeld. Hoe ik dat moest doen. En de ellende die ik had gehad met een gewelddadige man. Daar hadden we het niet over, want dat vonden mijn kameraden van links niet politiek. Dat waren privézaken. Ja. En toen kwam het feminisme op. Het ging toen opeens over alle zaken die in mijn leven belangrijk waren. En waarvan ik tot dan toe had gedacht van ja, nee, dat is niet politiek. Het is mijn eigen schuld, eigen keuzes, stomme dingen gedaan. En dat was, voor mij barstte er toen iets open. Zo van, oh, wacht eventjes. Ja. Wat mensen thuis doen, is ook politiek. En dat het een man is die kostwinner is en dat vrouwen worden ontslagen als ze gaan trouwen en kinderen krijgen, is dat niet politiek? Nou, dat zo begon het. En dat is toen een beweging die heel erg breed uit is gewaaierd met praatgroepen en eigen uitgeverijen en eigen bladen en festivals. En tweede kans onderwijs voor vrouwen die hun nooit hun school hadden afgemaakt. Ja. En het belangrijkste vind ik als ik terugkijk, is dat we gezegd hebben, alles wat we tot nu toe privé noemen, daar gaan wij een issue van maken. Daar gaan wij van zeggen, dat is ook belangrijk. En dat telt, dat geldt nog steeds tot op de dag van vandaag. Ja, het persoonlijke is politiek. Is politiek. Want als je nou bijvoorbeeld kijkt naar hoe het komt dat nog steeds maar de helft van de vrouwen in Nederland van hun eigen werk kunnen leven. Ja. Dan heeft dat ermee te maken dat vrouwen nog steeds geacht worden het grootste deel van het onbetaalde werk, wat we geen werk noemen, dat noemen we liefde, om dat te doen. Wat betekent het als je kinderen hebt dat je dan moet schipperen? Of je moet horen bij de laag van de 20% hoogst betaalde mensen die genoeg geld verdienen om kinderopvang en zo te regelen. Nou, de meeste mensen kunnen dat niet. Dus dat betekent dat je minder werkt. Dat je vaak niet voldoende werkt om je eentje van te kunnen leven. Dat alleenstaande moeders hebben daar nog steeds enorme problemen mee. En dat vinden wij nog steeds gewoon. We zeggen, we zijn geëmancipeerd, we zijn gelijk voor de wet. Als je tegenwoordig aan mensen vraagt, zeggen ze, ja hoor, nee, mensen, mannen en vrouwen zijn elkaar gelijkwaardig. En je ziet het toch, vrouwen werken ook. Alleen, waar we het niet over hebben, is dat nog steeds de verantwoordelijkheid voor mensen in leven houden. Leven maken, mensen maken. Ja. Zorgen dat die naar hun werk kunnen. Dat nog steeds voor het overgrote deel vrouwenwerk is.
Ja, en armoede, hè? Armoede van onder vrouwen, met name ook alleenstaande vrouwen, is natuurlijk veel en veel groter dan onder bijvoorbeeld alleenstaande mannen. Ja. Dus dat hebben we nog niet goed geregeld. Zeg ja, nee, ik heb nu even een hele snelle stap gemaakt. Ja. Want we hebben het wel gezegd destijds, hè, dat het persoonlijk ook politiek is. Maar bijvoorbeeld links in zijn breed heeft dit niet overgenomen. En dat wordt wel ontzettend tijd. Als je ziet waar de crisis in onze maatschappij op dit moment over gaat. Gaande. Dat gaat over, hè, er zijn te veel mensen die te weinig verdienen. Sommige mensen kunnen met z'n tweeën niet eens werkende armen hebben. Zijn nieuwe groepen. En dat betekent dat we nu in een situatie zitten met heel veel mensen die reden hebben om zich flinke zorgen te maken. Jongeren die, vroeger was het idee, jongeren krijgen het strakjes beter dan hun ouders. Dat is niet meer waar. Nee, dat ook niet als op. Ze netjes gestudeerd hebben, keurige opleiding hebben gevolgd. Het is maar de vraag of je werk krijgt. Als je werk krijgt, is het kort. Mensen worden elkaars concurrenten, vechten met elkaar. Je hebt al die ZZP'ers die niet genoeg verzekerd zijn, straks geen fatsoenlijk pensioen krijgen. Dus ik maak nu even een hele grote stap, maar dat betekent dat we links heeft iets laten vallen wat ze van feminisme hadden moeten leren. Ja. Namelijk, wat is dat dan? Ja? Nou, dat wij in een maatschappij leven waarin, ik zeg het gewoon, zoals ik het vind, het kapitalisme tot in alle hoeken en gaten van ons leven is doorgedrongen. Ja, zeker. Dat is niet alleen maar een kwestie van uitbuiting in de fabriek. Dat is ook een kwestie van dat ziekenhuizen failliet kunnen gaan. Ja. En dat je opeens niet meer weet waar je naartoe moet. Dat dus op de zorg wordt bezuinigd. Dat mensen die werk doen wat in het verlengde ligt van wat vrouwen voor niks doen, dus allemaal worden onderbetaald. Of dat nou lager onderwijs is of schoonmakers, allemaal mensen die worden onderbetaald. Daar wordt geen winst op gemaakt. Het is wel nodig, maar er wordt geen winst op gemaakt. Dus er is geen kapitalist die daarin zal investeren. Nee. Die zullen allemaal proberen om dat voor zo min mogelijk geld voor elkaar te krijgen. Dat betekent dat we in een maatschappij leven die nog nooit zo rijk is geweest, maar dat de meeste mensen daar helemaal heel niks weinig, van merken. Nee, ja, of heel weinig. Nou, van en merken. Daar zijn, wat het feministische eraan is, het zijn de vrouwen die het grootste deel van het onbetaalde werk doen. En het zijn ook de vrouwen die het meeste risico hebben op armoede. Ja. Maar niet alleen maar. Dus daarom vind ik het zo belangrijk, als ik het heb over feminisme, om het niet alleen maar over vrouwen te hebben. Je moet het ook hebben over vluchtelingen en over migranten en over mannen die werkloos zijn geworden en die daardoor geen gezin meer kunnen onderhouden. Ja. Dus het hangt allemaal samen. En eigenlijk wat ik toen al zei, heel lang geleden, mijn allereerste boekje is Feminisme en Socialisme, geldt nog steeds. Ja. En waar ik het tijd voor vind. Want misschien weet niet iedereen. Wat was nou het belangrijkste uit dat boekje? Het belangrijkste wat ik zei is dat je het voor vrouwen ook nooit in orde krijgt als je niet tegelijkertijd ook socialist bent. Dus ervoor zorgt dat het systeem verandert. Dat er meer gelijkheid komt. Dus als ik het heb over ongelijkheid, onrechtvaardige ongelijkheid, dan is dat tussen vrouwen en mannen. Maar het is niet gezegd dat alle mannen de macht hebben. Nee. Nou, en wat ik dus nu zie, kijk, ik heb me een tijdje niet zo vreselijk veel met feminisme bezig gehouden, omdat ik dacht, ik heb alles al gezegd. 100 keer. Zoek het nou maar even zelf nou uit. We het weten. En ik hield me ook met andere dingen bezig. Bijvoorbeeld, ik heb 25 jaar lang voor Palestina gewerkt zeker. En nog steeds. Maar op een gegeven moment dacht ik van, het lijkt wel alsof feminisme, als je nu vraagt de mensen, wat is feminisme? Zeggen ja, dat is gelijk, bijvoorbeeld gelijk loon tussen mannen en vrouwen. En dan zeg ik, wacht eventjes, gelijk aan wie? Nou ja, aan mannen. Ik zeg, aan welke mannen? Wil mevrouw de minister gelijk worden aan haar chauffeur? Denk ik niet eigenlijk, hè? Nee, dat denk ik ook dus niet. Dus dat betekent dat je het eigenlijk al, zonder te zeggen, over klasse hebt.
Want eigenlijk gaat het over, het gaat naar vrouwen aan de top. Er zitten niet genoeg vrouwen als bestuurders in de universiteit. Er zijn te weinig hoogleraren in het zakenleven. Ze zitten te weinig ministers. Ik denk, maar dat is maar een heel dun laagje van de bevolking. Maar dat wordt wel vaak gebruikt, zeg maar, als argument van, nou, oké, we zijn in Nederland, we hebben geen vrouwelijke president. He, alsof het neoliberalisme dan wel leuker wordt als er een vrouw aan de macht is. Het voordeel van een vrouwelijke president is natuurlijk dat ze een voorbeeldfunctie heeft. Jawel, maar dat, kijk, je hebt ook valse voorbeelden. Ja, de vrouw van Obama, Michelle Obama is ook zo'n voorbeeld. Ja. Een role model voor heel veel zwarte illusie, meisjes. Ja, de illusie die dat geeft is als je maar reuze je best doet. En je zeggen ze niet bij dat je dan wel die ene man moet vangen die president kan worden. Ja. Want anders dan is het geen voorbeeld. Nee. En dit is wat er nu gebeurt. Hè. We hebben het over het doorbreken van het glazen plafond. Maar de meeste vrouwen komen helemaal nooit, never van hun leven in de buurt van het glazen plafond. En de meeste mannen ook niet. Dus als ik kijk naar de jonge vrouwen die bij Jumbo aan de kassa zitten, ja. Met wie moeten ze hun inkomen vergelijken? Er zitten bijna geen mannen die daar. Er zitten wat vakkenvullers, maar die doen dat maar even. Die gaan er naar andere dingen doen. Dus het punt is, dit soort feminisme van vrouwen naar de top en glazen plafond doorbreken en meer vrouwen op hogere plekken. Dat is maar voor een hele kleine elite weggelegd. En voor de meeste vrouwen werkt dat niet. Nou, carrière maken, dat is het, ja, moet vrouwen ook kunnen. Maar het betekent dat, wat je nu ziet, is dat jonge vrouwen zijn beter opgeleid dan vroeger. Ja, zeker. Verdienen tot een bepaalde leeftijd evenveel als mannen, tot ze kinderen krijgen. En dan gaat het omlaag, want dan moet er besloten worden wie er minder gaat werken en wie er meer gaat werken. Nou, 3 keer raden hoe dat uitvalt. Ja, dat is nog steeds. En degene die daar geen last van hebben, zijn de vrouwen die of met een man getrouwd zijn die of samenleven, die een flink salaris verdient of ze verdienen samen genoeg. Die besteden hun werk uit aan lager opgeleide vrouwen, ja. Dus terwijl iedereen zit te kijken naar die mannen en die vrouwen, dat die worden langzamerhand een beetje gelijker, wordt de kloof tussen hoogopgeleide vrouwen en laagopgeleide vrouwen alleen maar groter. Ja. Dus je krijgt verschillende klassen vrouwen, waarbij een groot deel van de vrouwen denkt feminisme, glazen plafond. Voor mij is het niet. Nee. Maar dat is toch niet heel anders, want nu moet ik er even aan denken. Dat is toch niet heel anders, zeg maar, zoals in de jaren 70. Als ik denk aan mijn moeder, die dan zat ik weer in een of ander feministisch clubje of zo. En dan hadden wij het erover van, ja, vrouwen moeten werken, dan moet gelijkwaardig. En mijn moeder had gewoon 3 baantjes, zeg maar. Ja. En die had zoiets van werken. En ga dan maar gewoon studeren en ga zorgen dat je gewoon 1 baantje hebt ergens, veel geld verdient. En dat je tenminste niet kapot hoeft te werken. Dus die kloof is er natuurlijk eigenlijk altijd geweest. Nou, die is er eigenlijk al geweest, maar die wordt niet gezien. Dus iedereen doet alsof het alleen maar gaat over de verdeling tussen mannen en vrouwen. Terwijl horizontaal gekeken. En dan komt het misschien nog wel eens een keertje goed. Nooit helemaal hoor, want een vrouw die carrière maakt, heeft zelden iemand achter zich die het thuisfront verzorgt. Terwijl een man die carrière maakt, is bijna altijd heeft hij een vrouw. Ja, ja. Die misschien naast haar halve baan of in ieder geval personeel aanneemt. Ja. Nou, en dat is het punt waar ook links niet naar kijkt. Maar ook het feminisme niet. Nee. En daarom hebben ze elkaar nodig. Ik vind dat links door moet hebben dat we niet alleen maar meer kunnen kijken naar arbeiders, maar moeten kijken naar iedereen die ook in de zorg werkt. Ja. En dus zowel de patiënten die tekortkomen en de oudere mensen die geen plek meer kunnen krijgen, als de mensen die zich kapot werken in de zorg om het nog een beetje goed te krijgen. Dat zijn geen fabrieksarbeiders. En dat zijn mensen die niet makkelijk staken. Nee, precies. Dus die zijn niet makkelijk om te organiseren. Nee. Maar dat zijn de mensen waar het wel om gaat. Ja. Dus mijn pleidooi is, hè, in mijn nieuwe boek heb ik dat, Brood en Rozen, zeg ik dat ook. Als we het hebben over klassenstrijd,
belangrijk, maar dat moeten we veel breder maken. Ja. En daar hoort het onbetaalde werk bij en dan hoort het laagbetaalde werk hoort erbij. En het gaat over mannen en vrouwen, maar het gaat ook over mannen. Kleur. Ja, ook over mannen. Over kleur. Zeker ook over en mannen over migranten en over vluchtelingen. Ja. En nou, dat is het. En feminisme moet doorhebben dat ze als ze feminisme serieus nemen en denken het is in principe voor alle vrouwen. Dan is het ook voor zwarte vrouwen, dan is het ook voor laagopgeleide vrouwen. Dan is het ook voor schoonmakers. Dan is het ook voor het personeel die door hoogopgeleide vrouwen ingehuurd worden om ervoor te zorgen dat zij carrière kunnen maken. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar de zorg, dan zie je natuurlijk dat er best wel heel veel vrouwen van kleur of zwarte vrouwen in de zorg werken. En dan zie je natuurlijk dat die baantjes steeds verder zijn opgerekt. Hè, want het geeft ook een beetje de maatschappelijke toestand aan waarin wij nu zitten, is dat je hebt zeg maar een contract van 20 uur, maar dat wordt dan verspreid over dat je 7 dagen per week beschikbaar moet zijn. Ja, dus je hebt 20 precies. uur, en dat betekent dat je eigenlijk altijd aan het werk bent half. Ja. En juist vrouwen, alleenstaande moeders zitten daar heel vaak tussen, is mijn ervaring. Ja, die vangen dat dan op. Hè? Dus, maar wat voor hulp of wat voor antwoord geeft het feminisme daar nou op? Nou, het feminisme, daar ben ik ongeveer. Ik bedoel, ik weet niet waar het zit. Ja. Dat zit in het buitenland. Er is een heel goed boekje, heet 99%, Feminism for the 99%. Dat komt ook in het Nederlands uit in september. Ja. Daar sta ik ontzettend achter. Dus het begint weer een beetje het oude socialistisch feminisme komt weer een beetje terug. Ja. Ja. Maar waar het zit, ik weet het niet. Bij mij onder andere. En ik wil graag dat zich dat uitbreidt. En ik ben bijvoorbeeld heel actief bezig met een grote groep alleenstaande moeders. Want ik wist niet dat het zo erg was, eerlijk gezegd. Ja, ja. Er zitten 40.000 alleen in Amsterdam, waarvan de meeste op of onder de armoedegrens. Ja. En daar werk ik nu mee samen. En die beginnen nu ook een beetje te radicaliseren. Want die waren helemaal nog niet zo politiek. Maar die zijn langzamerhand beledigd, want ze kunnen wel cadeautjes krijgen. Want iedereen heeft het over kinderarmoede. Weet je wat het is, kinderarmoede? Ja. Nou, er schijnen dus kinderen arm te zijn die rijke ouders hebben, maar niet heus. Dus, ken jij arme kinderen met rijke ouders? Nee. toch? Nou, dat betekent dat het geen kinderarmoede is, maar armoede. Ja, dus tuurlijk. Als de overheid daar iets aan wil doen, dan betekent dat het niet dat je niet helpt door kinderen een gratis sportclubje of een leuk weekendje naar de Efteling, weet je, dat soort cadeautjes. Moet je ook allemaal doen. Ja, moet je allemaal doen. Ik zeg ook steeds, dweilen met de kraan open is prima zolang de kraan open staat. Precies. Daar ben ik niet tegen, maar het armoedebeleid in Nederland gaat niet over het opheffen van armoede, maar het bestrijden van de ergste symptomen ervan, zodat mensen er ietsje minder last van hebben. Nou, dat is niet genoeg. Nee. Dat is liefdadigheid, dat is kerkwerk, dat is ook prima, moeten ze ook vooral blijven doen. Dus ik werk samen met die alleenstaande moeders en die moeten dus nu vechten en die zeggen, wij willen geen cadeautjes meer. Wij willen zelf geld om onze kinderen cadeautjes te geven. Ja, dat je zelf in staat bent om die abonnement te kopen voor die sportclub. Ja, dat is dus één groep. Een andere groep zijn de schoonmakers. Die worden aangevoerd in de vakbeweging door Khadija Tahiri. Ja. Nou, die zelf schoonmaakster nog steeds, volle baan, zegt als ik alle vaste lasten, als ik heb betaald, dan hou ik €300 over. Man heeft een kleine uitkering. €300 waar zij met haar 2 kinderen en een man van moeten leven die maand. Dat is iemand met een volle baan. Ja, dat is ongelooflijk, hè? Nou, dan zie je dus, daar zit nog steeds heel veel verborgen armoede, weet je wel. Het is de centenarmoede, je ziet het er aan de buitenkant niet aan af, maar die kan nooit eens een keer een weekendje weg. Nee. Met nee. de kinderen, wat nee. ze zo graag wil. Nee. Nou, dat is en een groep. Die komt waarschijnlijk ook niet in aanmerking voor die andere cadeautjes dan, zeg maar, waar we het net nee, over hadden. Want die is netjes getrouwd. Die heeft dan net €2 meer boven de grens of zo. Ja. Want ze werkt namelijk heel hard. Ja. Dus, en wij hadden pas met die alleenstaande moeders een vrouw die was naar Nederland gekomen, kwam uit Europa, mocht dus gewoon hier werken, werkte bij een hotel, onderbetaald. Ja, ze kreeg de geld niet, hotel ging failliet, zij kon haar huur niet meer betalen, en stond op straat.
omdat ze hier ook geen geschiedenis heeft, stond ze op straat met haar kind. En toen dreigde jeugdzorg in te grijpen en haar kind naar een pleeggezin. Ja, dat gebeurt. Dan krijgen die pleegouders €600 per kind per maand, terwijl die moeder niks krijgt. Ja, en die moeder krijgt niks. Hadden ze die €600 aan die moeder gegeven, dan had ze de huur kunnen betalen. Ja, had ze gewoon kunnen betalen. Nou, dat zijn van die dingen, daar word ik helemaal gek van in wat voor wereld leven we. En dat is dus dat ik denk van er moet een feminisme zijn en een link zijn wat zich interesseert voor deze groepen mensen. Links interesseert, er is geen enkele partij die alleenstaande moeders in hun programma hebben. Nou, dat terwijl het echt heel erg veel mensen zijn. Ja, 40.000 in Amsterdam vind ik best alleen al. Veel. Ja, en, dat, ja. En die groep groeit alleen nog maar. Ja, dat is best wel veel. En het... Zijn dat ook vrouwen van kleur? Ja, veel. Veel vrouwen van kleur. Veel, dus veel want zijn natuurlijk ook, het valt natuurlijk heel vaak samen met redelijk laag opgeleid. Ja. Maar ook wel mensen die keurig bij een luchtvaartmaatschappij werken, met maar een halve baan hebben en van die halve baan geen twee kinderen kunnen. Want dat is natuurlijk ook wat, zeg maar, de groep werkende armen groeit natuurlijk steeds meer in Nederland. Dus al die flexcontractjes en dat soort dingen. Ja. En daar zitten dus heel veel vrouwen zijn daarvan afhankelijk. Kijk, je bent nu bezig zeg maar met deze groep. Hè? Want dat is denk ik ook aan de ene kant wel weer een soort herbeleving denk ik voor jou. Van jezus, zo ben ik eigenlijk begonnen met het persoonlijke is politiek. Alleenstaande moeder en nu gaan we de strijd aan. Nu ben je echt jaren verder en zit je weer zeg maar met de groep alleenstaande moeder. Als je nu zeg maar zo terugkijkt naar vandaag tot vandaag, waar ligt het nou aan, denk je, dat we soms het idee hebben dat we hebben zeg maar aan de ene kant het idee van we hebben heel veel voor bereikt en aan de andere kant heb ik ook wel eens soms het idee van goh, we zijn weer opnieuw dingen aan het uitvinden die we eigenlijk al hadden uitgevonden. Ja. En hoe komt dat? Het zijn voor mij twee dingen. De ene is dat wij te makkelijk denken dat sociale bewegingen, daar hebben we het over. Ja. Dat als je eenmaal iets ontdekt hebt, dat je het dan weet. En je kunt dingen in wetten vastleggen, maar in heel veel dingen, je kunt niet in wet vastleggen, gelukkig niet, hoe mensen thuis hun werk verdelen. Dus de mannen-emancipatie is ernstig achtergebleven bij de vrouwen-emancipatie. Er zijn wel groepen geweest, zijn weer opnieuw groepen. Maar het betekent toch dat het voornamelijk op vrouwen neerkomt. Het onbetaalde werk komt op vrouwen neer. Dus, en dat moet de nieuwe generatie die denkt, oh, wij gaan het anders doen, moet dat kennelijk eerst zelf ontdekken. Nou, dat is één ding. Sociale bewegingen hebben ook met bewustzijn te maken. Ja. Met keuzes maken. En dat moet kennelijk steeds weer opnieuw. Nou, dat is één ding. Het andere ding is, waar ik ben geen econoom, maar ik moet wel een beetje begrijpen hoe het zit. Wij hebben vanaf de Tweede Wereldoorlog, hè, waar ik nog een kind van ben, een opwaartse lijn gehad. Dat betekende ook dat de vakbewegingen behoorlijk wat voor elkaar konden krijgen. En dat de kapitalisten die behoorlijk verdienden ook wel wat wilden weggeven. Bereid waren om ervoor te zorgen. Een beetje kinderopvang, een beetje met de pensioenen. Ik bedoel, en dat is nu ruimschoots over zijn top. We hebben nu een crisis gehad. Er is geen vooruitgang meer. En het kapitalisme gaat ten onder als het niet vooruit gaat. Hè? Ja. Dus die worden harder. Ze worden harder en harder. En dat is dus wat je ook neoliberalisme noemt. Dat is de gedachten die erbij hoort. Het ligt allemaal aan de mensen zelf. En wat tot mijn schrik zijn er mensen die dat ook zo geloven. Die denken dan, ik heb een foute keuze gemaakt. Ik had het anders moeten doen. Het ligt aan mijzelf. Dus mensen zijn elkaars concurrenten geworden. Komen elkaar niet meer op de werkvloer tegen voor een groot deel. Praat ik met een fotograaf. Ik zei, red jij het een beetje? Ja, zegt hij, jonge man, ZZP'er dus. Ik red het net, maar dat betekent wel dat ik 7 dagen per week werk en altijd aan het werk ben en niet vreselijk veel verdien en dus niet verzekerd ben tegen ziekte enzovoort. Die zegt, maar ik begin nu last van mijn rug te krijgen, want dat is jou.
die wordt dus nu langzamerhand een beetje zenuwachtig. Want die denkt van, hou ik dit wel vol? Maar die zegt, als ik ga staken, wie merkt dat? Niemand. Gaan die zich organiseren? Nee, helemaal niemand. Ze zijn elkaars concurrenten. Die jongen is al lang blij als hij het baantje krijgt wat anders naar iemand anders gaat. Nou, dat is voor heel veel mensen op dit moment, is daar is links, hè, dus ook vakbeweging, moet zich daar veel meer van bewust zijn. Nou, daar heb je feminisme voor nodig. Al het onbetaalde werk wat gedaan wordt. Het onderbetaalde werk wat gedaan wordt, vaak door vrouwen en migranten. Daar moet veel meer naar gekeken worden. Ja. En daar denk jij, moet het feminisme zeg maar weer opnieuw de vliegwiel van worden. Dus we moeten het vooral ook heel veel over feminisme hebben en over vrouwen. Ja, en dan over niet positie alleen maar. Kijk, we moeten het over geweld hebben, hè, want dat tuurlijk, is nog steeds even dat erg. Is ook ernstig. Is nog steeds even erg als altijd. En MeToo is eindelijk is er een beweging erin geslaagd. Opnieuw, om ervoor te zorgen dat het nu eindelijk de mannen zenuwachtig worden van, oh shit, ik kan me mijn carrière kosten, want dat was een tijdje geleden nog niet zo. Dus dat is iets wat je kan zeggen, dat hebben alle vrouwen met elkaar gemeenschappelijk. Maar er zijn heel veel dingen die vrouwen helemaal niet met elkaar gemeenschappelijk hebben, omdat altijd zit daar ook klasse tussen. En daarom zeg ik steeds maar opnieuw, ik zeg tegen links, jullie moeten feministischer worden. En ik zeg tegen feminisme, jullie moeten nagaan denken over klassen. Ja. Want anders laat je een groot deel van de vrouwen, laat je in feite in de steek. Ja. En ik neem het mijzelf ook kwalijk, als eens, ik was eens ook een alleen opvoedende moeder. Ik heb nu een kind wat gezellig bij mij langskwam en zei, luister, ik kom in aanmerking voor een seniorenwoning. Dat shit zeg. Ik heb een kind aan aanmerking komt voor een seniorenwoning. Ja, hij is boven de 55. Ja. Dus ik was het een beetje vergeten. Ik heb het ook laten vallen. Weet je, feministen hadden zoiets. Wij laten ons niet meer vastprikken op dat wij alleen maar moeders en huisvrouwen zijn. Nou, prima. Maar daarmee hebben we wel het huisvrouwenbestaan en de moeders laten vallen als niet, is niet interessant. Doen we niet aan. Wij maken carrière, betaald werk, dat is waar je aan wilt laten zien dat je geëmancipeerd bent. Ja. En dat is de enige norm geworden. Ja. En dat betekende, ik was bij mijn eerste bijeenkomst met alleenstaande moeders, toen ik me kapot schrok van hoe erg het was. En ik zei maar, luister, wat jullie nodig hebben is niet alleen maar dat je een behoorlijk inkomen hebt, maar dat het gezien wordt dat wat jullie doen, dat belangrijk is voor precies. De hele maatschappij. Er begonnen spontaan bij vrouwen te huilen. Ja. Zoiets van, dat, ja, zeker. Dat begrijp ik. Niemand dat ziet en dat ook het feminisme ons eigenlijk heeft laten vallen. Ja. Nou, toen dacht ik vooruit. Ik heb weer wat te doen. Ja. Weet je, mijn feminisme is langzamerhand barst uit de definitie van wat feminisme is. Want ik was gisteren bij Kitty Kottie bijeenkomst. Nou, dan gaat het over racisme. En het feit dat nog steeds mensen van kleur minder kans hebben op een fatsoenlijke baan. En dus daar zit een groep. Ik heb te maken met Speak. Dat is een nieuwe groep van progressieve moslima's. Die zijn zich aan het organiseren. Ik heb te maken met de schoonmakers. Ik heb te maken met de alleenstaande moeders. Ik denk als al deze bewegingen zoeken waar ze verbindingen hebben, dan heb je een begin gemaakt van beseffen dat wij de 99% zijn. Nou, 99 is misschien 80% van de bevolking. Ja. Die het nodig heeft om met elkaar samen te werken om een rechtvaardiger verdeling te maken. En dan denk ik, we zijn ook doordat het communisme natuurlijk een hele slechte naam heeft gekregen. Ja. We zijn ook een beetje vergeten om er nog over na te denken, niet alleen maar waar we tegen zijn, maar ook waar we voor zijn. Ja, dus dat precies. Het weer terug moeten naar het idee, het moet mogelijk zijn om een economie te hebben waarin de mensen die werken, de rijkdom die ze produceren met elkaar, dat wij daar meer over te zeggen krijgen waar dat geld heen gaat. Dat is dus een enorm project waar ik het nou over heb. Ik denk ook niet dat ik het nog mee ga maken. Maar ik vind in ieder geval dat we bij alles wat we moeten doen, moeten bedenken dat is de kant waar we op moeten.
Ja, en dan zeg je eigenlijk ook een beetje, als ik het goed begrijp, dan zeg je eigenlijk ook een beetje, en feminisme is eigenlijk een beetje het cement ertussen. Ja, Ja. kijk op straat. Wij hebben hier in 1 maand antiracisme, de Women's March Klimaat. en het klimaat gehad. Ja, En was. op 1 mei Ja. kwamen de vakbeweging Ja. met de gele vuisten Ja. van de. Dus het gebeurt al. En wat je ziet is dat, ik zeg niet dat dat overal zo is, maar heel vaak zijn vrouwen die het voortouw nemen, Ja. die de organisatie nemen. Het zijn zwarte vrouwen die Ja. zeggen: wij hebben belang bij zowel feminisme als racisme. Dus we doen het alle twee. Dus wat je ziet is bijvoorbeeld al die women's marches, die zijn al veel breder dan het feminisme van vroeger. Ja. Die doen heel Ja. vanzelfsprekend, zorgen ze ervoor Dat dat ja. het front die voorop loopt, dat dat niet alleen maar witte, hoogopgeleide vrouwen Nee, zijn. zeker. En Angela Davis, dus mijn leeftijdsgenote, die Ja. het ook nog steeds hartstikke leuk volhoudt, Ja, die doet het nog heel goed die ook. zegt, die Ja. heeft ons een standje gegeven en die zegt: Ah. jullie kunnen het niet over gelijke rechten hebben als jullie Palestina laten Ah, vallen. ja, Zegt ze, heeft tegen terecht, ons gezegd. terecht, ja. Terecht, ben ik het ook mee Ja. eens. Dus wat je ziet, er zijn overal al beginnen er al dwarsverbindingen te komen. Ik ben er, hè, dus trans mensen zijn aan het opkomen. De beweging van mensen met een beperking, die zijn nu ook een politieke beweging aan het. Nou, die moeten elkaar nog soms een beetje vinden. Dat gaat niet altijd, Nee, het gaat niet niet allemaal. altijd makkelijk. En Nee, dan kom ik nee. bij een Surinaamse groep en die zegt: wat doen jullie met al die homo's? Wat hebben die homo's ooit voor ons gedaan? En dan kom je bij die homo's en dan zeggen: wat doen Ja, jullie toch met al die sorry. moslims? Want je weet toch, die willen ons van het hoogste gebouw naar beneden gooien. Ik zeg: ja, we hebben ook maar daarvoor hebben we de schoonmakers, die vegen alle lijken weer op. Weet je, dus je kan er Het is grappen over wel zo, maken. ja, maar. Het is niet zo makkelijk om het bij elkaar te krijgen. Maar ik zie wel de eerste. Op straat zie je het meer Ja, dan dat denk ik in de ook. aparte Ja. organisaties en ook in de theorievormingen denken erover. Nou, wat ik zelf heel bijzonder vond het afgelopen jaar, dus inderdaad, is dus al die demonstraties. Hè? Dus of hè, mensen die de Ja. straat op gaan, de Women's March, nou, noem het allemaal maar op. En dat er heel veel vrouwen, zeg maar, in gesprekken met elkaar, na afloop, zeiden van, nou, dat was toch echt heel Ja, bijzonder. ja. En dat heel veel vrouwen dus ook bij al die demonstraties zijn geweest. Dus dat was ook echt iets, vond ik, nieuw. Dat ik dacht van, hé, er zit zeg maar, de vrouwen die zich bezighouden met klimaat, die hadden ook bedacht, weet je wat, we gaan toch ook naar die antiracisme-demonstratie. Want er is inderdaad een soort verbinding gekomen van, ja, dat moeten we gewoon doen. Maar weet je wat, ik weet niet, wat tot mij doordrong, wat dan nieuw was aan de laatste Women's March hier in Ja. Nederland? Vroeger had je zoiets van: nou, je hebt de vrouwenbeweging. En ja hoor, we moeten meer zwarte vrouwen bij, meer moslima's moeten Ja, erbij. En moet je deze allemaal keer, bedenken. de vrouwen die het hadden georganiseerd, hebben op het podium bijna alleen maar zogenaamde gemarginaliseerde vrouwen neergezet. Trans mensen, in rolstoel, sekswerkers, Ja, dat was heel goed, hè? zwarte. En opeens dacht ik van: wauw, de nieuwe vrouwenbeweging, die kan wel met de Bijbelse uitdrukking: de laatste Laatste zullen zullen de de eerste. eerste zijn. Ja. En als je die nou eens in het midden zet en Ja. zegt: oké, wij zijn de kern van waaruit de verandering komt. En iedereen mag meedoen hoor. Witte vrouwen ook, hoogopgeleide vrouwen ook, Ook en zeker, witte mannen tuurlijk, ook als ze tuurlijk. willen. Ja. Dat is het punt niet. Maar het gaat erom dat we het hele waardesysteem ook om gaan draaien en gaan zeggen: degene die nu altijd aan de marge hebben gezeten en die, zoals mijn vriendin Nawal, die zwart is en een hoofddoek Ja, heeft, en zeker. zei van: nou, bij de moslims was ik altijd de zwarte en bij zwart was ik altijd de moslim. En het zijn vaak de vrouwen die, en mannen, die niet in hokjes passen, die degene zijn die nu het voortouw nemen. En Anna Paula, die Ja. sekswerker is geweest, Ja, zeker. vluchteling Ja. is, trans is, naar Nederland komt en nog hier een tijdje sekswerker heeft moeten zijn om haar geld te verdienen. Nou, dat is dus nu iemand die voorop loopt. Ja. En dat vind ik dan zo Ja, belangrijk. Dus dus dat ja. we denken dat zij niet de mar dat zij niet de gemargin Nee. de die zijn niet aan de zijkant, Nee. maar die zetten we nou eens in het midden. En van daaruit Ja.
En wat ik zelf ook wel mooi vond is, want er is natuurlijk ook kritiek gekomen, hè, op bijvoorbeeld op het feit dat sekswerkers op het podium stonden. Want ja. Dat heb ik namelijk meegekregen, dat daar kritiek op was. Maar dat echt iedereen zei, ja, sorry, maar daar gaan we dus ook echt niks meer mee doen met die kritiek. Ja. Want dat is onterechte kritiek. Iedereen mag op dat podium. Want ook zij zijn een gemarginaliseerde groep. En ook zij moeten hun verhaal kunnen vertellen. Ja, ik sta er ook. Ik weet absoluut, maar dat zullen de vrouwen waar we mee werken van Proud ook niet ontkennen. Er zijn misstanden. Oh, er tuurlijk. Er zijn vormen van uitbuiting. Maar waar je mee begint met de groep rechten te geven die ze nodig hebben om zichzelf in stand te houden. Waarna het mogelijk wordt om de mensen daarbij te trekken die het moeilijker hebben. Omgekeerd gaat niet. Je kunt niet bij de misstanden beginnen en ondertussen iedereen onmogelijk maken voor in iedereen. Dat is precies het punt. Dat is natuurlijk wat we eigenlijk ook niet moeten doen en wat we moeten leren van het verleden, zeker rondom sekswerk. En daar heeft de vrouwenbeweging natuurlijk ook een rol in gehad in het criminaliseren van sekswerk. Ja, die kom ik nog steeds tegen. Die worden woedend op mij, maar die worden ook woedend op mij omdat ik met moslims inlaat die een hoofddoek dragen. Ja. Want ik weet toch wel, gaan ze me uitleggen, ze zijn gedwongen. En dat zijn allemaal ontzettend onderdrukt. Dan moet je net mijn vriendinnen kennen, zeg. Onderdrukt. Ja, nee, want ik ken een aantal van die vrouwen. Ja. En dan denk ik, nou, waar heb je het over? Ik weet niet precies wie er allemaal hier onderdrukt is, maar zij niet. Ik ben waarschijnlijk meer onderdrukt dan zij, denk ik dan de hele tijd, hè? Ja, nou ja, en dat is dus, ik krijg dus ruzies, ook over de sekswerkers, dat wij zeggen, wij staan absoluut aan de kant van meer rechten voor sekswerkers. Precies. En met hen samen kijken we waar er misstanden zijn en gaan we kijken wat er nog meer gedaan moet worden. Anja, hartelijk dank voor dit mooie gesprek. Het was wel weer een gesprek waar weer veel dingen in zaten waar we over na kunnen denken. Wat natuurlijk heel belangrijk is. We hebben een beetje naar de geschiedenis gekeken. Maar ook een gesprek vol hoop, denk ik. Omdat er allerlei verschillende sociale bewegingen weer opkomen. En wat jij zei over het feminisme als cement. Ik denk zeker dat het feminisme heel belangrijk is in sociale bewegingen. Dus ik wil je nogmaals heel hartelijk danken. Graag gedaan. En ik wil tegen de kijkers zeggen, tot de volgende keer. En we zijn natuurlijk heel blij dat we hier mochten zijn. En de rest maar eigenlijk alleen nog maar om te zeggen van, abonneer u vooral op onze YouTube-kanaal. Ga naar Instagram, ga naar Twitter, ga naar Facebook. En dan komt het allemaal hartstikke goed met de video. Dank u wel.